We zijn hier op de Maasvlakte en hier zie je de wonderbaarlijke ontmoeting tussen de wereld van de fossiele energie en duurzame energie. En dat is ook het geval in deze auto, de Toyota Auris. Hier werkt een traditionele brandstofmotor samen met een elektromotor. Het uiteindelijke doel van Toyota is om automobiliteit aan te bieden met nul uitstoot, zero emissions. Daar zijn we nog niet. De hybride techniek is daar feitelijk een mooie tussenstap in. De volgende stap is de plug-in hybride techniek, waarbij je de batterij van deze auto zou kunnen bijladen aan het stopcontact. En de allereerste testen op dat gebied worden op dit moment gedaan in het veld door echte gebruikers met een Prius plug-in hybride. Willen we uiteindelijk tot nul uitstoot komen, dan is het niet alleen een uitdaging van een autofabrikant die de technologie ontwikkelt. Dan kom je echt op het punt aan waarbij je moet zeggen, we moeten als keten met elkaar die innovatie maken om elektrisch rijden mogelijk te maken. Want je moet gaan nadenken over de infrastructuur, de laadpunten. En dat zijn echt uitdagingen die op dit moment nog een aantal oplossingen behoeven. Ik ben persoonlijk heel enthousiast over de hybride techniek. Als berijder heb je een auto die weinig lawaai maakt, zuinig is, zeer betaalbaar. Dus eigenlijk een hele volwaardige auto die met minimale uitstoot mobiliteit biedt.